Wereldwijd bellen, dat doe je toch gewoon gratis via het internet. Dat dacht ik tenminste. Maar wat je misschien niet weet is dat 41% van de wereld geen internet heeft. Wat als je die mensen wil bereiken? Hoe doe je dat dan? We gaan kijken en luisteren naar het verhaal van een ondernemer on a mission met een prachtige scale-up waar onder andere een aantal mensen van Molly en Adjen hun geld in gaan stoppen. Waarom doen zij dat? Dat ga je nu horen hier op CVD-TV. Hans, vaart welkom. Dank je. Hans Osnabrugge van Talk 360. Zometeen de pitch, want mensen willen weten wat het er precies allemaal inhoudt. En het is een prachtig verhaal, maar ik heb 3 korte vragen om even een beetje warm te lopen. Ja? En de eerste, dat is een beetje, daar moet je kiezen. Welke app was beter? WhatsApp of Ringcredible? WhatsApp. De 2 komt zo meteen terug. Tweede, wat is lastiger voor een sterk groeiend bedrijf? Is dat funding zoeken, foutloze tech opleveren of goede mensen vinden? Goede mensen vinden. En de laatste dilemmaatje, idealisme of commercie? Ja, idealisme. Oké. Was dat een lastige keuze? Nee. Nee? Nee. Want is dat uiteindelijk wat je drijft? Ja, okay. Absoluut. Oké, de wereld beter maken. Die eerste die ik noemde, Ringcredible of WhatsApp. Dus de meeste mensen die denken Ringcredible. Maar dat was ooit een bedrijf van je? Jazeker, ja. Dat is de voorloper van Talk 360. Ja, daar is het allemaal begonnen. Ja? Ja, het mooie bij Ringcredible was eigenlijk dezelfde gedachte, of dezelfde basisgedachte. Ik wilde de makkelijkste app ter wereld maken om ieder telefoonnummer te kunnen bellen voor maar een paar cent. Hmm. He, zonder dat de ontvanger online moest zijn of ook een app moest hebben. Dus daar begon het mee met Ringcredible. Oké, en dat heb je gestart, maar uiteindelijk kwam er een partijtje die heette WhatsApp. En die toen was het klaar, die is failliet gegaan. Ja, uiteindelijk is het failliet gegaan. Dus als ondernemer een hoop van geleerd, zullen we maar zeggen. Ja. Alle ondernemersfouten meegemaakt, ook verkeerde cap tables, zelf verkeerde dingen wat gedaan. Cap tables? Verkeerde of aandeelhouders aan boord gehaald, te vroeg of te weinig geld opgehaald. En ja, allemaal dingen die je leert als beginnend ondernemer. Ja, wat is de grootste fout die je toen gemaakt hebt, denk je? Te weinig geld opgehaald. Dus steeds iedere 5-6 maanden opnieuw geld moeten ophalen. Ja, dat is gewoon kenning van een bedrijf. En tegenwoordig kan iedere dummy natuurlijk zien dat je dat minimaal voor 18 of 24 maanden moet doen. Maar toen wij dat deden, 2011, 2012, ja, toen was het hele start-up ecosysteem nog lang niet zo ver als nu in Nederland. Talk 360, leg eens uit, wat is het? Talk 360 is dus ook de allermakkelijkste manier om ieder telefoonnummer ter wereld te kunnen bellen. Dus ik ben online en vervolgens kan ik voor een paar cent ieder offline nummer ter wereld bellen. Dus ieder vast nummer, ieder mobiel nummer. Dus dat is het grootste verschil met WhatsApp. Waarbij WhatsApp de ontvanger ook online moet zijn en een nummer moet hebben. Dan denk je misschien van ja, weet je, nou, kan mij het schelen. Toch al mijn vrienden ook in Amerika en in China, die zijn ook online. Maar ja, er zijn dus behoorlijk wat mensen in de wereld. Slechts een kleine 4 miljard. Die niet ook de hele dag online zijn. Ja. En daar is ook internationale communicatie nodig. Dat is een wereldbeeld dat wij misschien wel hebben aan deze kant. Hè? Dat we denken dat iedereen maar online zit. Maar het is 41% heeft dus geen internet. Ja. Wat is dan de doelgroep? De voornaamste doelgroep zijn de migranten. Dus bijvoorbeeld in Afrika waar we ons sterk op richten. Binnen Afrika wonen 1,4 miljard mensen. Waarvan 250 miljoen migranten alleen al binnen Afrika. Hm. Want een van de founders is ook Afrikaan, Zuid-Afrikaan, toch? Ja, dat is mijn goede vriend Dean Hine. Ja, want vertel eens, hoe is dit begonnen, dat Talk 360? Want jullie zijn met z'n drieën begonnen, toch? Ja, we zijn met z'n drieën begonnen. Het begon eigenlijk met het einde van Ringcredible. Dus we waren daar best succesvol mee geweest. Maar zoals je terecht aangaf, toen WhatsApp bellen kwam. Onze klantendoelgroep was eigenlijk de Europese reiziger of de Amerikaanse reiziger. Ja. Dus we deden veel samen met Uber, KLM, Air France. Dus als je op reis ging, kon je met Ringcredible voor een paar cent naar huis bellen. Nou, hartstikke leuk, maar toen kwam WhatsApp. Ja, en ook als ik op reis was, dan belde ik ook naar mijn kinderen gewoon met WhatsApp. En ik deed ook videobellen. Het confronteren lijkt me dat. Ja, dat was heel pijnlijk. Ja. Ook mijn kinderen belden mij ook steeds. Echt, ja. Dus 2014 was een wat heftig jaar, zeg maar, toen WhatsApp erin kwam. Dus wij waren een van de werelds grootste travel apps. Dus we hadden echt wel wat moois neergezet met Ringcredible. Ondanks alle fouten. Ja. Maar er werd ook hard gewerkt, mooie mensen. Alleen ja, het was not meant to be meer. En dus ik was het bedrijf richting aan het opdoeken. Mensen helaas aan het ontslaan en super balen. En via hadden we ook nog wat contacten in Zuid-Afrika. Nou, uiteindelijk
met wat omwegen daar naartoe gegaan. En daar kwam ik Dean Hine tegen, een donkere Zuid-Afrikaanse ondernemer. Zijn grootvader vertelt heel toch graag. Was de eerste donkere ondernemer van Zuid-Afrika. Dat is echt een groot ding daar. Ja. Dean is gewoon een fantastische vent. Ja. En die liet mij zien. Hij zei, Hans, het product wat jij hebt... Man, ja, je moet het niet aan die westerse reizigers geven. Maar kom hier de mensen helpen. Ja. Kijk hier naar de mensen uit Bangladesh, uit Pakistan, uit Nigeria... die hier wonen en werken. Als die naar huis willen bellen... Als die mama willen bellen in een klein dorp. Ja, ja. De kans is 5% dat de ontvanger ook online is... in plaats van 95% in jullie geval van de wereld. Ja, en daar is het allemaal begonnen. En daar kan ik een hele verhaal over vertellen. En toen heb ik gewoon heel veel mazzel gehad... dat 9 maanden na de start kwamen Jorne, onze Nederlandse goede vent... en een product tech guy, die kwam erbij. En de visie die en ik samen hadden... Die heeft hij helpen bouwen en zo zijn we hier gekomen. Okay, Jornes Schamp is de derde founder. Zometeen meer over de technologie erachter. Maar eerst even het model, hoe het werkt. Even praktisch voor de kijkers en de luisteraars. Want ik was er ook nieuwsgierig naar. Als ik het goed vertaal, is degene die de app heeft... die belt moeder in Bangladesh. Laten we dat maar even als voorbeeld nemen. Je maakt met de app zo lang mogelijk gebruik van het internet. En het laatste stukje, als er geen internet meer is... dan ga je over een landline of naar een traditionele telefoonlijn... naar die moeder toe. Zo werkt het, toch? Ja, perfect. En de beller betaalt... En betaalt moeders ook nog wat? Nee. Die betaalt helemaal niks? Die betaalt helemaal niks. Nee. Okay. Dus het is inderdaad echt precies zoals jij aangeeft. Ik vergelijk dat zo met WhatsApp. Ik ben online. Ik bel naar het WhatsApp-platform. En die zet mij online door naar de eindgebruiker. Ja, dat kost niks. Bij ons, kost niks. Bij ons ook. We beginnen online. Je komt bij ons platform. En wij zetten jou vervolgens door naar dat vaste nummer of naar dat mobiele nummer. Dus alleen dat laatste stuk is betaald. Dus wij transporteren jou eigenlijk gewoon naar het normale telefonienetwerk. Maar doordat het eerste stuk online is, maakt het dus ook niet uit waar de wereld je vandaan belt. En ben je dus altijd voor een paar cent klaar. Waarom was dit er nog niet? Ja, het was eigenlijk het enige Skype out. Het is eigenlijk de betaalde versie van Skype. Ik kon dit technisch gezien al in 2002. Ja, het is alleen nooit groot geworden, omdat sinds denk ik 2010 met de smartphones was natuurlijk FaceTime, WhatsApp bellen, alle andere mooie mogelijkheden. Had de hele westerse wereld die het kon betalen, had het over gratis. Dus niemand meer had het over die hybride situatie als maar één van de twee kanten internet heeft. Maar is het zo schrijnend dat 41% van de wereld door de grote bedrijven wordt vergeten gewoon eigenlijk? Ja, ja dat merk ik ook met investeerders en zelfs ook met investeerders ook in Afrika. Merk ook gewoon heel vaak ook dat, weet je, grijze mannen in prachtige torens, die vergeten ook dat eigenlijk 80% van de mensen even een ander soort leven heeft. Ja, het is eigenlijk echt bizar. Het is vandaar ook idealisme above commercie. Ja. Maar je hebt wel, denk ik, wel beide nodig. Ja. Hoe moeilijk was het om te... Want had je meteen geld nodig toen jullie hiermee aan de slag gingen? Ja, we hadden meteen geld nodig. En maar ik heb gelukkig naast Talkie60 ben ik samen met Art Jol en Rutger Schouten heb ik Brooklyn Ventures. Dus wij zijn met z'n drieën sinds 2011 aan het investeren en participeren in jonge start-ups. Hoe kom je aan de geld? Nou, heel vaak de eigen spaarpot omdraaien. Dus daar zit niet zoveel meer in. Ja. Af en toe een keer een succesvol avontuur hebben. In dat combinatie wat minder succesvolle avonturen. Dus je had hiervoor al een aantal bedrijven waar je succes mee had gehad? Ja, succes. Maar ook heel veel failures. En gelukkig vaak een omstandigheid geweest dat we angel investors hadden. Die zeiden van, wat jullie van plan zijn, dat is gaaf. Dus vaak eigenlijk altijd met de support van anderen. Okay. En net op tijd om dit soort dingen te kunnen. Waar sta je nu even? En dan zometeen wil ik nog verder de diepte in. Maar waar staat Talk360 op dit moment? Ja, ik hoop op een waanzinnig punt dat ik een jaar geleden niet had durven openen. Vertel. Ja, we doen nu. We zijn gegroeid van 50.000 euro omzet per maand naar een half miljoen de afgelopen 24 maanden. Hoeveel mensen bellen ermee, zeg maar, ongeveer? Hoeveel moeders worden er bereikt? Hoeveel moeders? Nou, we doen meer dan 20.000 belletjes op een dag. We hebben, denk ik, actieve gebruikers rond de 300.000-400.000. En dat groeit echt heel snel. En twee dingen die waar ik op wil inzoomen. Eén is, hoe werkt dat voor de beller? Want die moet wel betalen. Ja, ja, dus hoe gaat dat? Ja, dus de beller die downloadt onze app. Ja. En die registreert met zijn normale mobiele telefoonnummer.
Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je WhatsApp-registraties doet. Hè? Dus je wordt geverifieerd dat jouw telefoonnummer jouw telefoonnummer is. Mm-hmm. En vervolgens kun je het 2-3 minuten gratis uitproberen. Nou, en vind je het leuk? Dan kun je met 2 drukken op de knop kun je belt goed kopen. En dat kan via iTunes, dat kan via creditcards, Ideal en 150 andere betaalmethoden. 150 andere betaalmethoden. Ja. Nou, ik begin te snappen waarom Molly en Adyen, of er is een aantal mensen achter de oprichting van Molly en Adyen hierin stappen. Daar wil ik zo meteen meer over weten. Want ik kan me ook voorstellen dat er ook doelgroepen zijn die misschien zelf ook niet echt toegang hebben tot de meest digitale bankcontacten en zo. Maar je zegt, dat heb je allemaal ondervangen. Ja, en daar zit... Kan ik ook naar een winkel en een kaartje kopen en die code in de app douwen en dat ik dan betaal of zo? Dus dat kan ook. In Zuid-Afrika zijn we een beetje begonnen om onze Afrikaanse strategie. Dus juist, dit is wat ons drijft, hè, om deze oplossing te brengen naar de mensen die het echt nodig hebben. Ja. Daar begon het ooit mee met Dean. En zei ik tegen Dean, hartstikke goed, maar hoe gaan we dit dan doen? Hij zei, het werkt maar op één manier. Dat is niet alleen veel reclame maken, maar we moeten zorgen dat ze het product vertrouwen. En dat ze ook echt toegang krijgen. En dat is het probleem met betaalde digitale apps. Daar hebben deze doelgroepen gewoon helemaal geen toegang toe, omdat je normaal gesproken met je creditcard moet doen. Maar in Zuid-Afrika heeft 80% gewoon geen online banksysteem. Dus ze kunnen überhaupt geen internationale oplossingen gebruiken. Ja, daarom hebben wij zo hard gewerkt met z'n allen om nu in Zuid-Afrika hebben 500.000 fysieke betaalpunten. In alleen Zuid-Afrika. En dan heb ik nog niet over de rest van Afrika. Alleen die gedachte is al zo super vet. Wat een werk. Ja. Huh? Ja, je kopieert dit niet zomaar, toch? Nee, dit is echt een unieke asset. Ja. Hey, en je werkt met agents. Leg eens uit. Ja, dus het begon eigenlijk met onze technologie. Moest makkelijk zijn. Ja. Vervolgens moesten we zorgen dat we alles konden zorgen dat mensen ook met lokale betaalmethoden en hun lokale currencies kunnen betalen. Ja. Hè, dus we supporten meer dan 50 verschillende currencies. En nou, dat is allemaal top om dat naar die mensen te brengen. Alleen denk ik, ja, leuk, dan gaan we nu online advertisement doen, hè, Facebook, Google. Maar ja, dat helpt het ook niet, want ja, heel veel van die mensen die zijn dus niet eens, die zijn niet goed te bereiken online of beheersen bepaalde talen niet goed. Dus de enige manier om het bij hun te krijgen van, hey, ik heb nu een hele fijne oplossing voor je, waardoor je 2 keer vaker naar huis kunt bellen of 2 keer langer naar huis kunt bellen, dat is echt belangrijk als je in een of andere shitshow zit in een ander land en je familie zit daar. Ja. Ja, dus wat is er nodig? Ja, dat mensen uit je eigen community het aan jou komen uitleggen. En dat hebben we gedaan met het agentmodel. Dus we hebben eigenlijk gezorgd dat in Zuid-Afrika, en dat zijn we nu ook andere Afrikaanse landen aan het uitrollen, dat eigenlijk iedereen, ongeacht of je wel of niet een opleiding hebt, wij trainen je, we helpen je en we zorgen dat jij een agent of een ambassadeur van Talk460 kunt worden. Je krijgt je eigen promotiecode en die promotiecode kun je in de WhatsApp-groepen gooien. Je kunt je bij fysieke promoties doen. Je kunt aan iedereen dat delen. Daarmee krijgen mensen extra gratis beltegoed om het uit te proberen. Ja. En vervolgens, als mensen dan ook een klant worden, en waar ze of via welke methode ze dan ook te goed opkopen, maakt niet uit, krijgen deze mensen altijd daar een commissie over terug. Blijvend. Blijvend, eeuwig, altijd, ongeacht de methode. Dus eigenlijk bied je dan ook nog eens een keer een soort inkomen voor dat soort gasten bijna? Ja. Ja, dat idee is gewoon mind-blowing, omdat dat een van de andere cruciale problemen is in Afrika. De unemployment, youth unemployment is boven de 70%. En voor het geheel is boven de 40%. En ze lopen bij de stoplichten plastic zakjes te verkopen aan automobilisten. Het is te treurig, maar dat is het. En there's a reason for it. Ja. Ja. Wat ben je nou eigenlijk? Of tussen wat is Talk360 nou eigenlijk? Want ik doe Molly en, of nou niet, ik moet niet zeggen Molly en Adyen stappen in, maar er zit een specifieke, hoe heet die? Gaston, hè? Gaston Awesomes, onder andere. Ja, een van de nauwe mensen achter Molly, maar ook mensen achter Adyen stappen in. Dat doen ze niet zomaar, volgens mij. Nee, dat doen ze niet zomaar. Vertel. Terug naar wat maakt ons uniek. Ja, want dat hebben we geen andere beloplossing in de wereld. Niemand is zo ver gegaan om dit soort digitale producten, dus juist voor die mega underserviced doelgroep te brengen. Voor die mensen die het echt nodig hebben. Dus toen wij die puzzel voor onszelf aan het oplossen waren. En met al die zorgen dat we dus al die verschillende betaalmethoden konden ondersteunen. En dat doen we echt ook in India, dat doen we ook in Nigeria, dat doen we ook in Kenia. We hebben het alleen het grootst uitgerold als voorbeeldland in Zuid-Afrika. Mm-hmm. Ja, toen zeiden we, wat maak je nou uniek? Ja, dat onderdeel. En wat een struggle eigenlijk. Vervolgens zijn we hebben sinds een jaar ons eigen waanzinnige CTO, Tom van der Geer. En toen zijn wij gaan kijken van
hoe kunnen we dit nou op een betere manier inregelen, zodat we echt daadwerkelijk deze doelgroep gewoon fantastisch kunnen bedienen. Nou, toen zijn we ons betaalplatform overnieuw gaan bouwen, eigenlijk een nieuwe infrastructuur. En toen hebben we eigenlijk vanaf dag één gezegd van, hey, maar als dit voor ons relevant is en wij echt nu zelf eens moeten gaan bouwen, omdat er geen enkele PM Service Provider is die dit goed voor elkaar heeft, ook geen Adyen, ook geen Stripe, ook geen enkele giant die heeft dit voor elkaar. Dus wij zijn nou eigenlijk iets aan het bouwen, ja, wat er niet is, omdat wij graag deze mensen willen helpen. Ja, als wij dat willen, dan zal er zometeen ook een moment zijn dat andere partijen die ook gewoon zinvolle apps hebben, ook zeggen, hey, maar ik zou heel graag ook mijn spullen, natuurlijk, ik heb ook een prachtig betaalde app. Mag ik dat ook ergens gaan aanbieden? Dus toen zijn we eigenlijk vanaf dag één dat platform toen we overnieuw gingen bouwen. Ik zo gaan bouwen dat eigenlijk de Talk60 Bell app de eerste klant is van ons eigen betaalplatform. Want daarmee kunnen we dus zorgen dat we ook dat betaalplatform ook aan andere apps en andere digitale diensten kunnen gaan aanbieden. Toen evolueerden we eigenlijk van een beloplossing met een paid digital service voor de mensen die het nodig hebben, naar een fintech oplossing. Ja, want zeg je hiermee eigenlijk dat je die 41% ook toegang geeft tot alle mogelijkheden die er online zijn eigenlijk? Ja, ja. Absoluut. En naast die 41% gaat het nog een stapje verder. Want naast de internet access krijg je hier dus ook de mega grote doelgroepen, mensen die überhaupt gewoon geen toegang hebben tot internationale apps. Want de meeste internationale apps, iedere app, nou, kijk naar de App Store, heeft eigenlijk hetzelfde model. Hè? Allemaal het freemium model. Ja. Je kunt gratis downloaden, je kunt van alles nog wat mee. Ja. Maar de echte goodies, daar moet je wat voor betalen. Ja. Nou, als jij in Congo zit, kun je internet hebben. Maar er is echt geen enkele internationale app die vervolgens de lokale Congolese currency ondersteunt. En dan, als ze dat al zouden doen, al helemaal niet ook nog eens een keer een hele trits aan de lokale betaalmogelijkheden. Wij wel. Dus als straks een internationale partij zegt, hey, leuk, ik wil ook in één keer in 30 Afrikaanse landen beschikbaar zijn, ook met mijn betaalde content, hoeven ze alleen met ons te gaan koppelen en dan zijn ze in één keer live. Wat cool, hè, dat je dus met Talk360 begint en dat je nu gewoon eigenlijk een dik fintech platform hebt ontdekt bij on the road, zeg maar. Ja. Maar nu kan ik me ook voorstellen, nou ken ik ze niet persoonlijk, maar dat betekent gas op die lolly. Hoe hard gaan jullie, zeg maar, de komende tijd? Ja, dus voor ons is, wij zitten eigenlijk midden in die transitiefase. Met een super suf woord, dus eigenlijk met ons hele team zijn we gewoon keihard aan het knallen om te zorgen dat we onze belapplicaties zo goed mogelijk kunnen neerzetten. En we zijn nu eigenlijk heel veel nieuwe mensen aan het aannemen die gaan helpen. Dan gaan we ons kantoor naar Amsterdam verhuizen om juist dat fintech platform zo goed mogelijk neer te zetten. De basis daarvan staat. Maar het hele plan hoe dat zo optimaal en fantastisch mogelijk uit te rollen, daar gebruiken we eigenlijk heel 2022 voor om dat goed neer te gaan zetten. En daarom zijn we ook zo blij dat allemaal jongens en meisjes uit de fintech-industrie en nu al ook bij ons willen werken. En ook een paar echte grote namen uit de industrie ook bij ons nu ook als investeerder aan boord komen. Ja. Naast diverse venture capital bedrijven. Dus we krijgen een enorme kennisinjectie. Ja, wat denk en dan moeten we zorgen dat we ook de juiste mensen daarbij bij gaan halen. Dat we echt allebei de producten gewoon op een waanzinnige manier kunnen neerzetten. Dus spannende tijd. Ja, want ik zei al in het begin, hè, de vraag, wat is de grootste uitdaging bij het snelle groeien? Toen zei je meteen van, dat zijn de juiste mensen vinden. Ja, is dat het probleem? Ja, ik denk dat dat voor ieder bedrijf een challenge is. En ook voor ons. Wij hebben gelukkig voor heel veel gewone functies, zeg maar, heel veel mogelijkheden om dat wereldwijd te sourcen. Dus onze mensen komen uit letterlijk alle windstreken. We hebben alle continenten, alle mensen werken. Super cool. We zijn een hybride company. Dus we vinden wel fijn dat mensen een paar dagen in de week op een van de kantoren bij elkaar komen. De rest lekker remote. Maar zeker nu in die fintech-industrie. Wij zoeken echt mensen die in fintech kunnen heel makkelijk heel veel geld verdienen. Daar zijn de voorbeelden ook genoeg voor. En wij zoeken mensen die echt bezig willen zijn met die purpose. Hè. Dus echt tof vinden van, joh, ik wil mijn talent inzetten op een manier dat en goed is voor de wereld en onderdeel van een goed verdienmodel. En ja hoor, daar mag je ook net een salaris mee verdienen en leuk in mee participeren. Maar het gaat wel om de purpose. Dus iedereen die hier werkt, die is gewoon gedreven voor, selecteer je ook op. Ja, daar beginnen we mee. En wat zijn specifiek mensen die je nu zoekt? Waar ligt de hardste nood, zeg maar? Zijn het echt coders? Of zijn het analisten? Of zijn het of projectachtige types? Wat zijn het? Echt een combinatie van. Uiteraard developers, die zoekt iedereen. Ja. Vooral met mensen uit de fintech-industrie. Die weten hoe je een platform op een goede manier ontsluit voor meerdere klanten. Want wij zijn dus echt vanuit de core altijd met de consument bezig. En nu moeten we dus andere bedrijven gaan helpen. Om ook van dat platform gebruik te gaan maken. Dus ja, juist partijen, mensen die al dat vaker gedaan hebben, dat zijn de mensen die we graag aan boord halen. Maar die wel dus echt instappen
op een purpose. En ja, anders dan is er voor ons geen, bij ons geen plek. De diversiteit en inclusie is nu heel erg een thema. Hè? Ja. Zijn jullie ook als bedrijf straks een mooie representatie van, zeg maar, de doelgroep die je wil bedienen? Ja, niet alleen straks, dat zijn we nu al. Dat ben je al. Dat is bij ons vanaf dag 1 key, man, vrouw, sociale achtergronden, mensen hoog opgeleid, mensen laag opgeleid. We hebben kantoren dan in Nederland, maar ook in Johannesburg, in Lagos, dat is in Nigeria, en in New Delhi, India. En we gaan onze kantoor in Nairobi openen over een paar maanden. En ja, juist de mensen, ook in Nederland, is er volgens mij al 7, 8 verschillende nationaliteiten al bij ons werken. Dus kantoor is de voertaal ook Engels. Dat is gewoon super cool om te doen. Wat zijn de reacties van de eindgebruikers? Ja, daar moet je niet te lang over praten. Dan ga ik zelf meejanken. Maar dat is soms gewoon mind-blowing wat voor verhalen erachter zitten. Ik denk, oh mijn hemel, dat hele simpele bel-appje wat we ooit bedacht hadden. Kun je een voorbeeld noemen van iemand die gewoon een persona, zeg maar, waarvan je zegt van ja, dat is echt een prachtig verhaal? Onlangs nog, ik was zelf in Zuid-Afrika en was man-vrouw, werkte bij een lodge. Hij in de keuken en zij deed de bediening. En nou, kwamen we wat aan de praat. En ze vertelde dat zij en haar man al 1,5 jaar in Zuid-Afrika waren. Hun kinderen van 14 en 16 waren thuis. Niet bij opa en oma, die waren al dood. Dus ze waren bij vrienden. En dat ze eigenlijk, ja, ik zei, jongens, ik zei, hoe bel je naar huis? Natuurlijk, ja, iets wat ik vaak, ja, nou, traantrekkend verhaal, ja, bijna niet. Mm. 1 keer in de 3 weken, klein beetje. Online is allemaal niet te doen. En Zimbabwe is een van de allerduurste belbestemmingen ter wereld. En ja, toen kon ik laten zien dat, zelfs bij ons in Zimbabwe is een dure bestemming, want wij moeten ook ergens inkopen. Mm-hmm. Maar dankzij onze oplossing kon ze 2 keer vaker of 2 keer langer bellen. Dus toen ik ze de tarieven liet zien en ze de app liet zien en liet uitproberen. Ja, heb ik ze natuurlijk wat goed gegeven de volgende dag. Ja, als het door de hele community was het heen gegaan en zo dankbaar dat dit kon. En de man is meteen een ambassador geworden, een agent en een toxicist. En toen had ik mijn familie ook bij me. Dat is een van de eerste keren dat ik mijn familie ook meenam op reis naar Zuid-Afrika. Ik ben natuurlijk zelf heel veel geweest, maar de eerste jaren waren echt niet makkelijk. En nou, nu zijn ze meer dankbaar, de gevoel van hey, wat ooit bedacht en nu mogen we het ook doen. Nou, dat was wel even emotioneel. Dat was even ook dat ik mijn familie kon zien van wat je nou eigenlijk gebouwd hebt. Poef. Ja, zo van dat WhatsApp-kloontje, dat was even kloten, maar nu heb je... Maar dat zie je, en dat willen we ook heel graag, dat geldt denk ik ook voor Dien en Jorne, wat we graag willen meegeven ook aan ondernemers of aspirant ondernemers, maar ook eigenlijk iedereen die talentvol is en wat wil doen met zijn talent, alsjeblieft, heb je een keuze, probeer het in te zetten bij purpose-driven companies. En ik bedoel, we kunnen niet allemaal de oceaan schoonmaken en beter. Wat ik echt fantastisch vind. En dan moet je echt een waanzinnige overtuiging hebben. Net als fantastisch als je in de zorg gaat werken. Duizendmaal respect ervoor. Mm-hmm. Ja, maar er zijn ook heel veel talentvolle mensen. En die ja, gewoon, weet je, je gaat bij Gorilla's werken of een van de bedrijven dat gewoon waanzinnig verdient en zo. Maar het is zo mooi als je dingen purpose en die dingen bij elkaar kunt brengen. Nou, daar willen we ook gewoon laagdrempelig een voorbeeld van zijn. Dat ook gewoon steeds meer ondernemers en ook mensen die daarbij willen gaan werken. Ze aansluiten bij clubs die op zijn minst goed hebben nagedacht. Of hey, heb ik een viable business model? Top, want ik bij ons ben idealistisch of ben je een NGO. Maar kan ik dat ook op de een of andere manier zo inzetten dat het ook echt zinvol is? Ja. En dat toen wij dat eenmaal deden van de Incredible Network 60... Ja, ik geloof ondertussen echt geen bal meer van dat het toeval is geweest. Dat sindsdien de bal in één keer wel de goede kant op ging rollen. Dat had niet alleen met het businessmodel te maken, maar het gewoon echt volg hard, volg je purpose en krijgt dus ook mensen erbij die dat ook allemaal doen. Het verandert alles. Mag je danken. En heel veel succes. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken. En als je geluisterd hebt naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Zit je nou op YouTube en je wil nog meer van dit soort prachtige verhalen, blijf dan even hangen. Over een paar seconden 2 nieuwe video's. Heb je geluisterd naar de podcast en je vond het tof? Volg ons op Spotify en laat een reactie achter wat je van ons podcastkanaal vindt. Voor nu dankjewel. Hoi. We'll be right back.